Als je zo'n vonnis krijgt en je weet dat je doodgaat, en in dit geval Jeroen, die dan toch nog zoiets moois kon achterlaten van ben een beetje lief voor elkaar. En ja, dat raakt je als moeder en dan ben je trots. En natuurlijk voor hun vond ik dat hartstikke verdiend, die televisiering. Mooi vond ik dat, ik vond een kroon op hun werk. De winnaar van de 55ste Gouden Televisering is met 63% van de stemmen Over Mijn Lijk. Ik heb er heel lang over na moeten denken en gedacht van, wil ik dat wel? Want dat hou niet zo in, dus heel graag in de belangstelling en zo stom. Maar toen zag ik er wel dat ik, god, mijn mam, als ik mensen gaat met kan geven, nou, gaat met kan geven, een soort ode aan het leven, dan is het wel zo, maak dich niet druk om allemaal die kleine dingen. En probeer gewoon een beetje leef te zijn en ben leef voor die vriend en doe dat schoon dingen met. En leef voor die familie. En ja, dat heb ik in hem zijn geval geweldig gevonden. En dat kost met 10 mensen van Over Mijn Lijk. Dat werd door een programma waardoor de mensen die dat maakten, Jeroen zich heel erg op zijn gemak voelde. Hoewel ik me nog steeds goed voel, is het in mijn lichaam niet meer goed, want die tumors weggaan, een goede is kut. Maar we wisten wel dat dit eraan zat te komen. We hebben gewoon niet een goede uitslag gehad vorige week. Het is gewoon lastig, maar we gaan weer door met genieten en doe dat allemaal ook, want dat willen wij alleen maar zien. En best leuk. In het begin koos ik toch moeilijker kijken naar dat programma, dat mijn werk zelf voor begrafenis is ook wel nummer. Ja, dan werd ze toch geconfronteerd met de eindigheid van in misschien leven. En nu achteraf gezien, ik heb het heel erg dapper gevonden dat Jeroen toch met het gedaan. Ja. Wat zou ik eraan hebben als ik nu nukkig ben of heel droevig ben of een hoekje ga zitten te janken of boos of zo. Maar wat heb ik dan? Niks, nul. En nu heb ik gewoon lol en ik ben blij dat ik jou ken en jullie kennen hier met mijn vrienden zit. Dus voor mij is het echt als je heel eerlijk durft te denken, de meest logische keuze die je kan maken. Hij heeft wel laten zien dat ook al Christus zo'n vonnis, gangt er op deze manier mee om en probeer het positief te bekijken. En ik denk dat niet alleen ik hem daar dankbaar voor ben, maar met mij ook heel veel angerlui. En dat deed hij heel erg goed, moet ik zeggen. Als er een paar mensen zijn nu die nu kijken en die iets hebben van, die Jeroen naar wat hij doet, ik pak daar iets van mee. Dan ben ik al klaar, weet je. Dan is het al gewoon goed.